Hi allemaal en welkom terug. Vandaag heb ik de beauty favorieten van 2015. Of in ieder geval althans vandaag de make-up producten en de parfums en de nagellakjes. Want als ik alles bij elkaar moet doen, huidverzorging en bodycare en dat soort producten, dan wordt het echt veel te lang en dan klik je meteen al weg. Het zal sowieso wel een lange video worden. Sorry daarvoor, maar ja, ik wil jullie natuurlijk ook wel eerlijk mijn favorieten laten zien. En het zijn er best wel veel. Dus ik ga er ook proberen om er snel doorheen te gaan. Dus ik ga niet alles swatchen en zo, want dan echt, dan wordt deze video gewoon echt veel te lang. Ja, het is altijd wel weer leuk om op te nemen. Ik vind het ook altijd wel weer lastig om uit te zoeken, want ik heb zoveel, ik gebruik zoveel producten in een jaar. Zoveel kleurtjes, zoveel, ja, gewoon zoveel make-up. Ik wissel graag af. Natuurlijk grijp ik altijd ook weer terug naar mijn oude vertrouwde dingen. Maar daardoor gebruik ik heel veel, ik probeer heel veel. En dan krijg je natuurlijk ook ja, dat je echt uit moet zoeken van wat zijn favorieten en wat niet. Als eerste deze foundation van Dior. Dior Skin Nude Air Serum de Tint Foundation. Dit is zo'n waterige foundation die je natuurlijk al ja, van meerdere merken ziet. Hij heeft een heel mooi mat effect, maar niet dat matte zodat het in je lijntjes en zo gaat zitten. Of dat het lelijk wordt in de loop van de dag. Een heel mooi natuurlijk effect. Hij ruikt ook heel erg lekker. Hij is best wel sterk geparfumeerd. Wel iets waar je van moet houden. Ik vind hem heerlijk ruiken. En deze vind ik heel erg fijn. En je kunt hem zowel heel fijn aanbrengen met een kwast als met een beauty blender. En dan nog een foundation. Ik heb twee favoriete foundations van afgelopen jaar die ik echt het allerfijnste vond. Dat is deze van L'Oréal. De L'Oréal Infallible 24 Hour Matte Foundation. Ja, ik zeg het volgens mij door elkaar Frans, Engels, Nederlands. Sorry. Deze, ja, deze geeft ook een heel mooi mat resultaat. Deze is wel vrij dik. Maar als je deze met een beauty blender aanbrengt, het geeft ja, bijna een geairbrushed resultaat. Zo mooi. Je hebt er ook maar heel weinig van nodig. En ja, je ziet hem ook bijna altijd onder mijn video's gelinkt staan. Van wat voor make-up ik draag, is bijna altijd deze. Dan mijn favoriete concealer van afgelopen jaar. En die steekt er voor mij ieder jaar met kop en schouders bovenuit. Dat is deze van NYX. Het is de HD Photogenic Concealer. Ik gebruik hem altijd in de kleur light. En niks kan tippen voor mij dan aan deze concealer. Ik gebruik hem echt dagelijks onder mijn ogen, over mijn foundation. Die blend ik dan mooi in met een kwast of eventueel met de beauty blender. En hij doet wonderen. Hij is lekker betaalbaar ook. En ik heb allerlei concealers wel eens gebruikt. Ook die van MAC, de Pro Longwear, waar altijd zo over gehyped wordt. Maar die valt voor mij in het niets bij deze. Mijn favoriete oogschaduwbasis, die gebruik ik natuurlijk ook altijd. En dat zien jullie ook al vaker van het afgelopen jaar. Is het deze, de NYX Jumbo Pencil in Milk. Die zie je ook heel veel op YouTube voorbij komen. Die is super, super fijn. En je hebt er maar een heel klein beetje van nodig. Je kan hem makkelijk slijpen. Hij kan eigenlijk bij iedere look. En het zorgt ervoor natuurlijk, want dat is het belangrijkste, dat je oogschaduw de hele dag goed op zijn plek blijft zitten en niet gaat creasen en zo. Dus deze is echt top en ook nog eens lekker betaalbaar. Dan ga ik jullie mijn favoriete oogschaduwpaletten laten zien. En dat zijn er een aantal waar ik steeds op teruggrijp en waar ik gewoon echt dol op ben. En die ik iedere dag, of nou ja, bijna dagelijks wel, met heel veel liefde en plezier gebruik. En dat is dit Urban Decay Naked 3 palet. Ik moet wel echt een nieuwe kopen, want... Kijk, ik heb volgens mij nog nooit in een oogschaduwpalet gehad dat er zoveel pens leeg waren. En ja, dit wil wel wat zeggen. Ik heb hem nu ook al 2 jaar, dus het mag ook wel weer een keer dat ik een nieuwe gebruik. Maar ik gebruik hem zo vaak. Hele mooie rosé tinten. En ik hou heel erg van rosé make-up. Dus dit is echt wel een toppetje van het afgelopen jaar. Dan dit palet van Too Faced, de Chocolate Bar. Die heb ik ook heel veel gebruikt afgelopen jaar. En vooral de naturel tinten. Je ziet dat ik hier ook al een kleur de pen heb geraakt. En... ja, ik ben vooral dol op de lichtere nude-achtige tinten. Dat zijn toch wel mijn favorieten. Dit vind ik een hele mooie kleur. En bijvoorbeeld dit is een hele mooie highlighter die je ook heel mooi op je gezicht kan gebruiken. Groot favoriet, broertje of zusje daarvan. En dat is deze van Too Faced, de Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar. Er is trouwens een nieuwe uit, hè? De Bonbon, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Bonbon Bar of Bonbon Chocolate Bar. Misschien spreek ik het wel verkeerd uit. Maar het is iets met bonbon en die is roze. En die lijkt me ook geweldig mooi. Dus die zullen jullie over een tijdje vast nog wel terug gaan zien. En in ieder geval, nu gaat het over deze, de Too Faced Semi Sweet Chocolate. En in het begin dacht ik, toen ik hem had, van oké, dus van blauwe kleur. Ja, die gebruik ik eerlijk gezegd ook eigenlijk niet. Maar ook hier zitten heel veel mooie nude tinten in, lichte tinten. Ook weer een rosé tint. En je ziet dat dat toch wel mijn voorkeur heeft. Want ook hier is de pen al van op. Dus
Ja, het geeft wel aan hoe vaak ik het gebruikt heb het afgelopen jaar. Dan nog een palet en deze is van BH Cosmetics en dit is het Carly Bible palet. Nou, Carly Bible is denk ik wel mijn nummer 1 als het om YouTubers gaat. Ik kijk haar denk ik het liefst en ja, ik kijk graag naar Jaclyn Hill en ik kijk graag naar Nicole. En er zijn natuurlijk nog wel meer YouTubers waar ik graag naar kijk, maar Carly, ik vind het echt een wandelend poppetje. Ze is zo mooi en ze is zo goed in wat ze doet. Dus, en ze heeft altijd een hele mooie smaak qua make-up. Dus zij is voor mij ook altijd wel een grote inspiratie en zij heeft dus haar eigen palet. En dat is dus het Carly Bible palet. En daar zitten ook weer geweldige kleuren in. Ook highlighters die je ook eventueel als bronzer kan gebruiken. In ieder geval de donkere kleur. Ook hier weer de rosé kleur heb ik de pen weer geraakt. Daar zitten matte tinten in, shimmer tinten. Ik ben dol op mauve tinten. Die zitten hier ook een hele mooie kleur in. Dus dit palet is ook echt geweldig. Dan laat ik jullie nog een palet zien. Maar het is geen oogschaduwpalet, dat is een gezichtspalet. En dat is van Too Faced, de Selfie Powders. Die brachten ze ergens begin 2015, ja ik weet niet meer precies, februari, maart misschien, brachten ze die uit en het had zo'n hoog hebben gehalte. Dus ik heb ze, maar ze zijn ook gewoon, ze geven dan een soort filtertje over je gezicht, een soort, ja niet net als echt op Instagram, maar een soort beetje blurrend effect. En de bronzer is heel mooi, die gebruik ik heel vaak, dat kan je ook zien. De gele poeder gebruik ik ook af en toe onder mijn ogen en om ja, onder de contourlijnen die ik zet te gebruiken. En deze paarse kan je ook als highlighter gebruiken, maar die gebruik ik eigenlijk niet zoveel, want die is voor mij te cool en daarvan krijg ik dan een gouden uitstraling. Maar deze twee zijn echt top. Dan nog een palet voor je gezicht waar ik helemaal dol op ben, wat ik nog niet lang heb, maar wel al echt gewoon, het is zo'n fijn palet. Dat is dit Sephora Ombre Obsession Face Palet en daar zitten bronzers in, blushes, highlighters. Je kunt er, en ze zei, de pigmentatie is echt top. Je hebt een heel mooi en groot, het is ook echt groot, kijk hoe groot, palet met heel veel product voor relatief weinig geld. En ja, ik ben vooral dol op deze kleur blush. Deze kleur gebruik ik graag als bronzer en momenteel deze graag als highlighter. Maar voor deze is het ook heel mooi om als highlighter te gebruiken. Je hebt eigenlijk zo'n beetje alles wat je wilt in één palet. Zowel mat als shimmer. En ja, dan ben je eigenlijk al helemaal klaar voor je gezicht. Je kunt er eigenlijk, ja, je kunt er niet mee contouren, maar als het komt op bronzer, blush en highlighter, dan is dit echt helemaal compleet. Dan dit paletje van Marc Jacobs en dit is een contourpalet, dat kwam ook afgelopen jaar uit. Die is al helemaal op. Ik heb hem speciaal bewaard voor deze video, want het bronzer gebruik ik niet zo heel vaak. Om te contouren, dat is een matte bronzer. Maar de gele poeder, ik ben dol op gele poeders. Dat zeg ik volgens mij al de laatste video steeds. Dat is gewoon een feit. En de allerbeste gele poeder die ik gebruikt heb en die het mooiste resultaat geeft, is dus deze van Marc Jacobs. En dit is de kleur Mirage Filter. Dit is de donkerste kleur. En die gele poeder, als je een goede gele poeder zoekt, deze is zo aan te raden. Is amazing. Ik kan me voorstellen dat deze bronzer voor sommige mensen ook gewoon veel te donker is. Hij is ook nog een lichtere kleur in dit doosje. Maar dan krijg je dus ook niet de gele poeder. Je zit alleen in deze donkerste kleur. Maar die is zo mooi en voor wallen echt ideaal. Het tovert ze weg. Dus dit is ook echt een topproduct van 2015. Dan deze contourkit van Anastasia. Ik contour iedere dag. Ik vind zonder contouren is mijn gezicht op de een of andere manier niet helemaal compleet. Het geeft meer vorm aan je gezicht en ja, het is gewoon mooier, vind ik zelf. En daarvoor gebruik ik graag deze contourkit. En ik heb hem nu 1,5 jaar en hij begint ook op te gaan. En dat is ook wel te zien. Ook de gele poeder hierop is trouwens hieruit is op. En na 1,5 jaar iedere dag gebruiken, ja, dan gaan de pens gewoon leeg. Dus dat wil ook wel zeggen dat ik het een heel goed product vind. En twijfel je om deze te kopen niet doen. Het is echt een heel fijn, goed contourpalet. De poeders zijn zacht, het blendt mooi in je gezicht. En ik ben sowieso, ik hou echt van de producten van Anastasia. Dan dit paletje van Charlotte Tilbury. En dit was ook als een toppetje. Dit is het Filmstar Bronze and Glow Face Sculpt and Highlight. Nou, ook hiervan is de bronzer op. En dit is een heel mooi product om te contouren ook. Ik ga hem toen al eens in een video laten zien. Maar deze is net iets minder aanwezig dan bijvoorbeeld die van Anastasia. Is vooral geschikt voor iedere dag. En de highlighter is ook prachtig. Ja, sinds deze op is gebruik ik de highlighter ook niet meer zo. Maar Charlotte Tilbury komt naar Nederland in het voorjaar, als het goed is, bij de Bijenkorf in Amsterdam. En dan zal het ook vast online verkocht gaan worden. Dus dan kunnen we het allemaal wat makkelijker aankomen. Maar dan is deze echt top. Dan nog een product van Charlotte Tilbury en dat is deze blush. Dit is de Cheek to Chic
Swish and Pop Blush en in de kleur Love is the Drug. En dit is een blush met twee kleuren. Deze geeft een hele mooie glans. Ik gebruik het ook gewoon samen. Ik doe het nooit apart. Een iets donkerdere kleur die popt er echt een beetje uit. En een wat lichtere kleur. En het geheel geeft een hele mooie gezonde gloed. Met een mooie, hij heeft een mooie gouden glans. En hij heeft best wel veel weg van NARS Orgasm. Die heb ik zelf ook. Maar ik vind deze toch eigenlijk denk ik net iets mooier. Of ja, het is ook met vlagen dat ik het gebruik. Maar deze gebruik ik heel veel. En die zien jullie ook heel vaak onder mijn video's gelinkt op YouTube. Als ik als blush, zeg maar, als ik mijn make-up producten opschrijf. En dan heb ik nog een favoriete blush. En dat is MAC Melba. Deze en dit is een matte blush. En het fijne aan deze blush is, hij is een beetje peach, roosachtig. Maar dit is een blush die staat eigenlijk bijna iedereen. Hij is mat, dus hij kan echt bij iedere look. Deze kan je gewoon echt waar overal bijdragen. Daarom ben ik hier zo dol op. Want je kan hier gewoon alles mee combineren. Kijk, een glanzende blush die ik jullie net liet zien, die doe je misschien niet altijd. Ik gebruik draag niet altijd een glanzende blush. Soms wordt het te veel met highlighter of zo. Voor een alledaagse look. Of ja, je wilt niet altijd dat alles hier helemaal glimt. Dus dan zijn dit soort blushes, matte blushes, ideaal. En deze is zo mooi en zo fijn. Een heel natuurlijk resultaat. En wat ik al zei, het ziet er misschien niet zo uit. Maar hij staat bij zoveel huidtypen echt heel mooi. Dan deze Guerlain Terracotta Spray. Dit is een bronzing powder mist. Nou, deze heb ik afgelopen jaar heel veel gebruikt. Vooral in de zomer. Dit is dus een bronzing. Vloeibaar. En die spray je dan eventjes. Hij is in de zomer prachtig. Even zo. Je houdt hem ongeveer zo'n stukje van je gezicht. Eventjes zo eroverheen leg je. Het resultaat is prachtig. Heel natuurlijk. Alsof je even door de zon gekust bent. Het ziet er niet fake of zo uit. Het wordt niet oranje. Het geeft geen strepen. Het geeft geen vlekken. Dit is echt. Het is duur. Het is heel duur. Want zo'n flesje kost ergens in de 50 of misschien wel zelfs 60 euro. Maar, en er zit niet eens heel veel in, want het is natuurlijk een sprayflacon, 75 ml, ja, daar doe je ook geen ja mee. Ik in ieder geval niet, maar hij is het geld zeker waard. Hij ruikt ook nog eens heel erg lekker, heel poederachtig. En het resultaat is gewoon top en het pateert ook een beetje op een mooie natuurlijke manier. Dit is echt eens een keer de moeite waard. Ze staan ook wel eens in de winkels om te testen. Spray gewoon een beetje over je gezicht. Niet te dichtbij, dat is niet mooi. En kijk dan gewoon eventjes wat het doet. Laat het even opdrogen en kijk dan eventjes bij daglicht in de spiegel. En dan zie je zelf natuurlijk het resultaat. Dan nog een bronzer en die is van Chanel. En dat is de Chanel, even kijken, Lumiere DT Illuminating Powder. Deze kwam uit, even denken, die was van de zomercollectie van afgelopen jaar. Ik moest even denken of die van de voorjaarscollectie, zomercollectie. Maar van de zomercollectie. En het is een bronzer. Hij heeft een hele subtiele shimmer. Het is niet echt een illuminating powder. Zo. Het staat er wel op, maar zo zou ik hem zelf niet noemen. Want dan zou hij heel veel glanzen. Maar dat vind ik juist fijn. Hij heeft een hele subtiele shimmer. Ik vind het doosje prachtig. De print, de camellia bloem. En dit is een hele mooie subtiele bronzer op die dagen dat je het allemaal niet too much wil en niet te veel glimmend. Maar toch een mooi gezond kleurtje vind ik deze echt heel fijn. En dan heb ik ook nog een paar hele mooie beauty items die gewoon toch wel de schoonheidsprijs wat mij betreft van 2015 verdienen. Gewoon puur alleen al vanwege de verpakking, waardoor ze toch wel een plekje in mijn hart hebben gekregen. En dat is onder andere deze bol van Guerlain en deze komt uit de afgelopen kerstcollectie, huidige kerstcollectie. Want ik weet niet of dit nog te koop is, het was een limited edition en volgens mij was die best wel gewild en kwam die over een beperkte oplage waar ze hem verkochten. Dus of die nog verkrijgbaar is, durf ik niet te zeggen. Ja, het lijkt dan een beetje sneeuwbol. En hieronder zeg maar, zie je dan ook mooi het gouden logo. Dat goud met die sneeuwvlokken. De letters, het logo van Guerlain. Ik moest even nadenken. En dit zijn dan die welbekende pareltjes. Er zit een spiegel aan de binnenkant. Het ziet er zo uit voordat het eruit valt. Dan komen we naar mijn lans. Hoor je hem ook? En er zit een heel mooi donsje bij met een strikje erop. En deze heeft ook de bekende viooltjes geur die al die balletjes van, en de poeders van Guerlain hebben. En dit is zo'n mooi pronkstuk om neer te zetten. Ik gebruik hem ook inderdaad wel eens af en toe als highlighter. Is hij net iets te subtiel, dan zie je hem niet echt. Ja, hij geeft bij bepaalde lichtinval wel een glansje. Maar hij is wel weer heel mooi om je gezicht een beetje... Ja, hij is glanzend en matterend tegelijk. Klinkt een beetje raar. Maar daar kan je hem ook voor gebruiken om je foundation af te poederen. En dan blijft het wel de hele dag mooi mat. En het effect, hoe je het ziet, is heel subtiel. En toch, als ik het weglaat, zie ik het wel. Maar mede door de verpakking is het ook een van mijn favoriete beauty producten van 2015. Nou, nog zo'n mooi pronkstuk.
Dat zijn, of dat is deze lipstick van Louboutin. Louboutin bracht natuurlijk in 2015 een eigen lipsticklijn uit. Na de nagellak kwam er ook de lipstick. En die zijn echt zo adembenemend mooi om te zien. Ik heb er eentje waar ik heel blij mee ben. En ik heb hem ook altijd zo open op mijn kamer liggen. Gewoon omdat hij super mooi is. En ja, hij hangt dan aan zo'n lint. Je kan hem als ketting gebruiken. Het is ook echt een zware lipstick. Het is gewoon een juweel. En die kan gewoon niet ontbreken bij mijn favorieten. Ik weet zo niet de kleur maar uit mijn hoofd. En dat kan ik hier volgens mij ook niet vinden. Het is een beetje een bruinrode kleur. Oh, ik weet de naam echt niet meer. Hij staat wel op mijn site. Hele mooie, ja, vrij klassieke kleur die eigenlijk altijd overal wel kan. Want als je dan van die aparte kleuren hebt, dan is dat toch wel weer een beetje zonde. Want zo'n lipstick draag je natuurlijk niet iedere dag. Want ik wil eigenlijk gewoon niet dat die opgaat. Maar wat mij betreft de mooiste lipstick qua vormgeving van 2015. Dan is het tijd voor mijn favoriete lipproducten van het afgelopen jaar. En die heb ik denk ik het meeste. Want ik ben toch wel een lipstick addict. En ik ben echt verslaafd aan de lipsticks van MAC. En ik weet dat dat meer vrouwen zijn. Als je er eenmaal eentje hebt, dan wil je steeds meer. En ze hebben zoveel kleuren, zoveel finishes. Zit voor ieder gewoon wel wat wils tussen. En ga je bij andere merken kijken, dan hebben ze ook al veel kleuren. Maar dan houdt het op een gegeven moment op. En daar gaat MAC verder. Die hebben zoveel kleuren. En echt voor iedereen. Ik gebruik vaak MAC lipsticks. Maar er zijn er, even kijken, twee. Nee, twee. Ik mis er eentje. Drie. Ik wou zeggen, ik had er drie die favoriet zijn van het afgelopen jaar. En ik heb er veel gedragen. Ik heb rond de, volgens mij, 5 of 26 MAC lipsticks. Dus ik kan toch best wel afwisselen. Maar mijn favoriet, ik zal met de eerste beginnen. Dat is echt mijn grote favoriet van afgelopen jaar. MAC Faux, een hele gehypte kleur. Een beetje de Kylie Jenner kleur. Gecombineerd natuurlijk met allerlei lippencils. Maar MAC Faux is ook prachtig om zo te dragen. Het is een hele mooie nude kleur. Maar niet een nude kleur die vrij grauw maakt. En dit vind ik gewoon, dit is echt de mooiste MAC lipstick van afgelopen jaar voor mij persoonlijk dan. Daarnaast gebruikte ik veel MAC Pink Plate. Ook een, deze is weer veel roze dan Faux. En die andere zit toch ook een vleugje bruin. En dit is echt een roze nude. En deze vind ik ook heel mooi om te combineren bij bijvoorbeeld bepaalde glossen of lippencils. En dan heb ik ook nog MAC Brave. En dat is ook een, ja, ze hebben allemaal wel iets weg van elkaar. Dus ook weer zo'n nude-achtige kleur. En deze heeft ook een vleugje mauve. En hiervan werd ook wel eens gezegd dat Kylie Jenner hem draagt. Dus ik heb eigenlijk wel zo'n beetje al die Kylie Jenner kleuren en lippotloden. En alles ook al een keertje allemaal uitgeprobeerd. Maar qua lipstick zijn dit absoluut mijn favoriete kleuren. Dan heb ik drie lippencils. Eigenlijk had ik er vier van MAC. Maar eentje is erop. En dat is MAC Soar. En die heb ik dus al weggegooid. Dus die kan ik jullie niet laten zien. Die was echt groot favoriet. Ik denk de meest favoriete van afgelopen jaar. Daarnaast het lippotlood in de kleur Spice. Is ook waarvan gezegd werd dat Kylie Jenner hem draagt. Weer gecombineerd met Faux of whatever van die kleuren. Maar weet je, het mooie is dat je Spice kun je met heel veel van die nude kleuren. Dan wordt het net iets bruiner met sommige kleuren. Ja, je krijgt gewoon een mooie. Ja, je kunt ook elke keer weer een beetje unieke kleuren maken. Daarnaast is MAC Burgundy een hele donkerrode deze. En die zie je ook best wel vaak in tutorials voorbij komen. Die mix ik altijd met donkere rode lipsticks, Bordeaux lipsticks of donkerpaarse lipsticks. Die is echt heel mooi. En de lippotloden van MAC vind ik de allerfijnste die er zijn. Want je kunt ze ook gewoon zo gebruiken als je denkt van nou ik hoef er niks bij te gebruiken. Je omlijnt je lippen, je kleurt ze in en dat kan ook. En mijn laatste nieuwste aanwinst en die is ook super mooi. Dat is MAC Boldly Bare. Dat is ook een beetje een bruin-roze potlood. Ik moet ze slijpen trouwens. En ja, die is ook prachtig en die kan je eigenlijk, die is ook heel mooi bijvoorbeeld weer onder Faux. Dat is dan gewoon zo fijn van MAC. Ook lippencils hebben ze echt zoveel kleuren en zo kan je er maar op los mixen en matchen. Nou, 2015 was volgens mij echt het jaar van de liquid lipsticks, de matte vloeibare lipsticks. En Anastasia kwam daar volgens mij, dat werd echt een hele grote hype en daar heb ik er drie van. Even kijken, een paarse, een oranje, een beetje een ja, lila, roze, paars. Een hele felle oranje, die is heel mooi in de zomer, als koraal. Maar welke mijn favoriet is van afgelopen jaar,
is deze. En die was ook heel lang, kon je die gewoon niet kopen. Was iedere keer uitverkocht en dan weer niet leverbaar. En dit is de Anastasia Liquid Lipstick in de kleur Hollywood. Deze komt heel dichtbij de perfecte nude kleur. Ze zijn wel heel erg mat. En soms tekent het dan ook wel ja, je velletjes en zo van je lippen. Maar dan kan je natuurlijk een lipbalsem onder doen. Eventjes in laten trekken. Bijt even op een tissue of hap even in een tissue. En dan breng de liquid lipstick aan. En dat scheelt al een heleboel. Dan laat ik jullie nog een lipstick zien. Een nude lipstick van Tom Ford. Dit is Tom Ford nummer 12 in nude vanille. Ja, vanille. Hele mooie roze nude kleur. Hij kan wel een beetje soms. Hij is vrij licht. Dus hij kan wel iets. Soms bij bepaalde huidtinten iets grauwachtigs geven. Weet je, dat net te licht is. Maar dit kun je heel makkelijk oplossen door er een mooi lippenpencil onder te dragen. Bijvoorbeeld MAC Spice die ik jullie net liet zien. En dan wordt het geheel al allemaal wat warmer. En deze glijden als boter over je lippen. Ik vind de verpakking super deluxe. Ze zijn ook wel duur, Tom Ford lipsticks. Maar ja, het is wel voor je verjaardag of zo. Het zijn heerlijke lipsticks. Dan nog zo'n luxe lipstick. En dat is deze van Dior. Rouge Dior in nummer 753 Continental. Nou, die hebben jullie al heel vaak in video's voorbij zien komen. Dit is de huls. Het is een rood-bruine kleur. Ruikt heerlijk zoet. En ja, deze mix ik heel graag met MAC Burgundy lip pencil. Maar ik draag hem ook graag zo. En dit is ook een kleur die bij heel veel staat. Heel veel mensen zullen staan. Hij is niet te rood. Hij is niet te bruin. Hij is ook niet te roosachtig. Of te, ja, het is een prachtige kleur. En deze zat in de najaarscollectie van Dior van afgelopen herfst. Dan heb ik nog een paar nagellakjes voor jullie die ik met heel veel liefde en plezier heb gedragen. En die mijn favoriet zijn van het afgelopen jaar. En dat is deze van Louboutin. Is ook de enige nagellak die ik daarvan heb. Die heeft Lisa alias Shopverslaat van mij meegenomen. In het voorjaar was dat volgens mij alweer, het gaat de tijd toch snel, in Parijs. Ik had gevraagd aan haar, goh, wil je van mij kijken voor zo'n nagellak? En dan hebben we een beetje over en weer geappt. En toen kwam er, omdat we naar de zomer toe gingen, deze kleur uit. En dit is... Wat is dit voor kleur? Ik kan de kleur nergens meer terugvinden, sorry. Dit is dus een koraalkleur. Heel mooi, de fles is ook prachtig om neer te zetten. Het is echt heel lang en dit is dan geïnspireerd op de hakken van natuurlijk de Louboutin schoenen. Die ik ook ooit hoop ik nog een paar in mijn leven te hebben, te kunnen kopen. In ieder geval deze lak en een hele mooie koraalkleur. Hij glanst ook prachtig en hij dekt ook heel goed. De houdbaarheid is heel goed van deze lak. En het is wel even misschien eventjes wennen, want hier zit ook het kwastje aan om met zo'n lange dop te lakken. Maar hij is prachtig. Dan een nagellak van Michael Kors die ik heel veel gedragen heb, vooral in het voorjaar en eigenlijk ook wel in de zomer. Dat is deze lichtblauwe en die vind ik nog steeds heel mooi. En laat het nou net een van de kleuren zijn van de kleur van het jaar 2016. Twee kleuren dus, het zijn al dit jaar, aankomend jaar twee. Dit is Fantasy, een hele mooie pastel babyblauwe kleur. En ook deze lakken glanzen heel mooi. De kwaliteit is goed, de houdbaarheid is goed. Het blijft mooi goed zitten, lang op je nagels zonder dat het meteen gaat chippen. En ik vind het een prachtige kleur. Dit is een mauve lak en die heeft ook een beetje een gel effect. Dus die is wat dikker en glanzender. En dit is een vrij nieuwe kleur. Undercover Show. En ik ben dol op mauve. Dus deze lak mag zeker niet in de favorieten ontbreken. En dan heb ik nog een favoriete nude kleur. En dat is Dior Tribale in 588. En die heeft ook weer iets mauve-achtigs. Maar weer anders dan deze. Dit is wel een hele, hele mooie kleur waar je niet snel op uitgekeken raakt. Zo zie je wel weer dat ze heel verschillend zo zijn. Deze is veel meer mauve roosachtig en heeft ook wel een vleugje violet dan deze. Maar deze is ook heel mooi. En de lakken van Dior hebben ook dat gel effect. Dus die dekken ook heel goed. De glanzen heel mooi, zijn wat dikker. En oh, dan heb ik nog een nude lakje waar ik afgelopen jaar heel veel mijn nagels mee gelakt heb. En dat is OPI Tickle My Frenzy. Ik moet hem eigenlijk een beetje schudden. Want dat is altijd van OPI. Als je de lakjes even laat staan, dan zakt het zeg maar heel snel naar beneden. Zodat je het weer goed moet schudden om te mengen. Maar dit is ook een beetje zo'n mauve, levenachtige kleur. Een hele mooie nude kleur. Die, weet je wat het is met zulke kleuren? Je raakt er niet snel op uitgekeken. Het past overal bij. Draai ik bijvoorbeeld rood of zo, of blauw. Dan, nou niet dat lichtblauw, maar heel donkerblauw. Dan heb ik heel snel zoiets als ik naar mijn nagels kijk. Van, daar heb je mijn nagels weer. Snap je? En dat heb ik bij die nude kleuren gewoon niet. En dan deze nagellak van Guerlain. Deze komt ook uit de afgelopen kerstcollectie. Dus ik weet ook niet of deze nog verkrijgbaar is. Dit is nummer 903. En dit is denk ik een van de mooiste paarse nagellakken die ik ooit heb gezien. Deze heeft hele mooie blauwe shimmers. Een blauwe gloed. En
Ik kan het niet uitleggen. Deze moet je echt, het soort sterrennacht op je nagels. Heel, heel, heel mooi. Hij glanst heel mooi. En ja, ik ben dol op paars. Paars is een van mijn lievelingskleuren. Hè? Ik draag nu natuurlijk ook een paars trui. En ik hou van roze, maar ik ben ook echt gek op paars. Dus deze is groot favoriet van afgelopen jaar. Dan laat ik jullie nu nog twee parfums zien. Ik heb heel veel geuren die ik heb, die ik lekker vind. Ik heb een aantal geuren van Chanel waar ik dol op ben. En heel veel geurtjes waarvan ik zeg, ja, die vind ik zo lekker. Maar ik dacht, weet je, ik maak een keuze. Ik kies twee geuren uit die voor mij afgelopen jaar ja, top waren. Waarvan ik dacht van, oh ja. En dan heb ik dus een soort winter- en zomerparfum gekozen. Ik moest echt kiezen. En ik ben er niet altijd goed in om te kiezen. Want het liefst kies ik alles. Maar ja, grote ontdekking ook van het afgelopen jaar. Dat is ook een vrij nieuwe geur. Die heb ik in het najaar ontdekt. Dat is deze van Vicanto. En dit is echt een niche geur. En ik hou van poedergeuren. En dit is de meest poederige geur die ik heb. En die ik eigenlijk, denk ik, geroken heb de afgelopen jaren. Oh, die is, hij is zo zalig. Heel, ja, heel sterk, heel poederig. De fles is heel mooi. Er gaat een heel liefdesverhaal achter dit flacon schuil. Daar is het dan op geïnspireerd, de flacon. Dus het verhaal, het is echt een parfum met een verhaal. En hij is nog sterker dan een eau de parfum. Nog net een stapje daarboven. Je ruikt hem ook super lang. Ik ben te lang aan het praten, want dan ga ik iedere keer struikel ik over mijn woorden. Deze dus, die is van Vicanto, zoals ik al zei. En Vicanto is weer van Terenzi. En dat is, ik heb die man toen ontmoet een aantal maanden geleden. Paolo Terenzi, een Italiaan die vol met passie vertelt over, dus dan de neus achter het merk, die de geuren dan bedenkt, zeg maar. En ja, die vertelde vol passie, echt op zijn Italiaans. En ik ben dol op Italië. Het was een hele innemende man en ik werd dus verliefd op deze geur. Maar er zijn heel veel geuren hiervan, maar als je van poedergeuren houdt, dit is voor mij echt, deze heeft mijn hart gestolen. Deze die heb ik eigenlijk een beetje pas afgelopen zomer ontdekt en het is ook wel meer een beetje een zomergeur. Dus die heb ik in de zomer heel veel opgedaan. Dat kan je ook wel zien, want het is een grote fles en normaal spreek ik eigenlijk nooit zoveel in korte tijd uit een fles. En deze is van Guerlain Terracotta Le Parfum. Een aantal jaar geleden uitgebracht toen volgens mij de Terracotta bronzers zoveel jaar bestonden, 30 jaar of zo, maar ik weet niet helemaal of ik het goed zeg. Toen kwam er ook deze geur uit en ik rook hem afgelopen zomer en toen dacht ik, oh yes, dit is echt ook mijn geur. Hij is wel wat zwaarder voor een zomergeur, want ik hou zelf niet van hele frisse waterige geuren. Het mag allemaal wel iets lichter, maar deze heeft ook een vleugje kokos en dit doet mij zo denken aan strandvakanties, de zon op de geur van zonnebrand. Ja, gewoon echt zomervakantie, dus daardoor wordt hij ook wel een beetje tropisch. Heerlijk, als ik hem nu ruik, dan denk ik ook meteen aan afgelopen zomer. En dat was hem dan, mijn favoriete make-up producten. Oh ja, en natuurlijk de parfums en nagellakjes van afgelopen jaar, 2015. Het was echt heel veel, sorry daarvoor. Ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd of jij ook favoriete producten hebt, ontdekkingen hebt gedaan afgelopen jaar. Laat het me weten hieronder in de comments, want ik ben altijd ook heel erg nieuwsgierig wat andere mensen fijn vinden, wat ze graag gebruiken. En ik doe graag natuurlijk ook nieuwe ontdekkingen. Dus laat het me weten hieronder in de comments, vind ik hartstikke leuk. Of ga even naar mijn site glamouristagirl.nl. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet het blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag en natuurlijk een te gek en gezond en liefdevol 2015. En ik zie jullie snel in de volgende video. En dat is dus mijn favoriete skincare, bodycare en voor de haren. Maar die zal ongetwijfeld een stuk korter zijn als deze. Dus ja, ik zie jullie snel weer. Doeg!